Hier zijn de Goede Bijlauw in hun podcast voor corona, na corona, WCNC. David de Goede te Amsterdam. David, goedemiddag, ben je er nog? Hey, hallo Vincent. Ah ja, je bent er nog. Ikzelf te Bunnik en waarschijnlijk ook te Amsterdam, te Oud-West. Is dat zo, Laurens? Ja, dat klopt. Vlakbij de Kinkerstraat. Dus geboren ben, hè, in de Witte de Witstraat. Dat is... Ja, die nu ook anders moet gaan heten in het kader van de canceling van de straten. Maar daarover komen we misschien nog te spreken. Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Hij is geboren te Eindhoven, opgegroeid in Knechtsel. Bedrijfskunde gestudeerd in Nijmegen en daarna aan het Institute of Technology in Massachusetts. Heeft hij zijn fintech certificate gehaald. Hij heeft onder andere bij ABN AMRO gewerkt en nu dus lijsttrekker van Volt bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Knechtsel, Laurens, weet je wie daar ook vandaan komt? Ik ken redelijk wat mensen uit Knechtsel, maar je wilt me even moeten helpen. TV Roy. Ah, ja, zeker. De muzikant, absoluut. De zoon van de slager. De muzikant, de slaaf van de slager. En weet je dat? Ja. En weet je dat J.W. Roy een schitterende cd in het Knechtsels heeft gemaakt? Kitchen Table Blues, als ik me goed... Nee. Dat is een Amerikaanse cd. Maar hij heeft echt een cd in het Knechtsels gemaakt. Langstraat 10 heet hij, geloof ik. Ah, ja. En die moet je echt gaan luisteren. Daar zingt hij over elk dorp uit de Kempen, toch? Wat zeg je, sorry? Daar zingt hij over elk dorp uit de Kempen, als ik me goed herinner. Ja. Het is echt een ongelooflijk mooie cd. En in Knechtsel, heb ik gelezen, heeft 20% op Volt gestemd. Ja, zeker. Bij de Europese verkiezingen. Dat was een heel mooi slot. Na de verkiezingen kregen we een Twitterkaartje te zien. Waarop je kon zien wie de grootste van het land was geworden. Nou, dat was de PvdA. Dan kon je zien wie de grootste van de provincies waren geworden. Dat verschilde al een beetje. Dan kon je zien wie de grootste van de gemeenten waren geworden. En uiteindelijk kon je zien welke de grootste per woonplaats was geworden. En daarin verscheen in één keer op de Nederlandse landkaart een klein paars vlekje in het zuiden van het land. En dat was dus inderdaad in Knechtsel. Daar zijn we met Volt de grootste geworden. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk om te zien en te horen waar ik vandaan kom, dat men dat gedachtegoed in ieder geval steunt. Maar nu is dus de vraag, hoe heb jij die campagne in Knechtsel destijds aangepakt? Nou, ik ken nog heel veel mensen uit het dorp. Daar heb ik nog ook redelijk contact mee. Maar uiteindelijk ook daar naartoe gegaan met een gepersonaliseerde poster. Van Knechtsel naar het Europees Parlement stond daarop. Met een foto van mezelf die ik bij de oude basisschool daar opgehangen heb. En daarnaast was er een redelijk groot interview met mij in het Eindhovens Dagblad. Wat daar natuurlijk ook op de mat valt. En ben je nu ook, als je nu door Knechtsel loopt, word je daar dan ook binnengehaald met gejuich? En krijg je dan ook van de slagerworst uitgereikt? En... Nee, het is een dorp van, normaal dan doe je al gek genoeg. Het is hartstikke mooi om daar te zijn. Ik ben er overigens al een tijd niet geweest, want mijn ouders zijn inmiddels daar weg. Maar het is niet dat ik daar met luid getrompetter en et cetera voor binnengehaald. En dat is maar goed ook. Lijsttrekker van Volt bij de Tweede Kamerverkiezing volgend jaar. Dat is natuurlijk nog een halfjaartje. En net een podcast gelanceerd, de Voltcast. Heb ik gehoord. Hoe ben je daartoe gekomen? Want werkte je tot voor kort nog bij ABN AMRO eigenlijk, of niet? Nee, ik ben in 2018 heb ik mijn baan opgezegd. En dat was na een half jaar toen ik voor het eerst over Volt hoorde. Ik hoorde voor het eerst over Volt in februari 2018 via een artikel van Caroline de Gruyter. Dat is een columniste van het NRC. En zij schreef in een artikel Nieuwe Energie voor Europa. En daarin vertelde ze over Volt en sprak ze met Andrea Venzon, dat is Italiaanse oprichter. Daarin kwam eigenlijk het idee naar voren van het oprichten van een Europese partij om de uitdagingen zoals klimaat van vandaag gezamenlijk aan te pakken. En in dat artikel las ik over een jonge generatie Europeanen die zeiden van het is onvoorstelbaar dat in deze tijd, waarin de problemen eigenlijk globaal zijn en op zijn minst Europees,
dat we nog steeds een politiek hebben die enkel en alleen nationaal is. Dus wij wilden die politiek naar het Europese niveau tillen. Nou, toen ik dat artikel las, toen merkte ik aan mezelf dat dat mij enorm inspireerde en ook die energie gaf. Ja. Dus toen heb ik me eigenlijk aangemeld meteen. Nou, en dan, dat is het leuke bijvoorbeeld, op het moment dat je aanmeldt, dan krijg je een persoonlijk introductiegesprek. Dus word je welkom geheten, wordt het verteld van wat het voor ons is, waar we voor staan, waar we naartoe willen. En dat was nog helemaal in het begin. Toen hebben we bijvoorbeeld in Nederland vorm gegeven met een groep tot uiteindelijk de oprichting op 23 juni 2018. Mm-hmm. En dat was ook het moment dat ik samen met Reinier van Landschot dat we zaten en dat we zeiden van oké, hoe gaan we nu verder? Want we hebben geen geld. Geen geld is geen mensen. Maar geen mensen is ook geen geld. Dus een beetje visuele cirkel. En toen hebben we met z'n tweeën besloten oké, als we dit echt willen in Nederland van de grond te krijgen, dan zullen we ook de stap moeten maken en er fulltime mee aan de slag moeten gaan en er volledig ons voor in moeten zetten. Nou, ja. En dat hebben we toen gedaan. En vervolgens met een enorme groep vrijwilligers volt in Nederland van de grond gekregen. En je hebt je baan toen opgezegd. Waar ben je toen van gaan leven dan? En van mijn spaargeld. Dus ik heb 6,5 jaar bij ABN AMRO gezeten. Geluk gehad dat dat een goed betaalde baan was. Waarin ik ook nog behoorlijk heb kunnen sparen. Dat heb ik 1,5 jaar van mijn spaargeld gedaan, tot aan het begin van dit jaar. En toen was mijn geld op. Toen ben ik weer gaan praten. Onder andere ook bij ABN AMRO. En heb ik een half jaar weer een project gedaan. Dus tot half augustus dit jaar. En nu ben ik weer fulltime verder met VOLT. Ja, en dan volgend jaar wellicht in de Tweede Kamer. En dan... Maar het is een Europese partij. Waren de belangen, de doelen die jullie nastreven niet onder te brengen bij andere partijen? Nou, en daarin is VOLT natuurlijk een unieke partij. Juist omdat wij Europees zijn, zie je ook dat VOLT in elk land een bepaald deel van het spectrum beslaat. Kijk, en wat ik denk ik het allerbelangrijkste vind aan VOLT is, wij willen de politiek naar het Europese niveau tillen. Want wat we gezien hebben is dat nu nationale problemen worden afgeschoven op Europa en Europese successen worden nationaal geclaimd. En dat is een structuur die op dit moment niet meer gaat. En het houdt ons eigenlijk de Europese vooruitgang ook een beetje tegen. En waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, en dat is ook een van de krachten denk ik die we met VOLT hebben, is ik ben onderdeel van een partij of van een beweging die in heel Europa actief is, in alle landen. Dat betekent ook dat wij in alle landen actief opkomen voor bepaalde waarden. Zo staan we in Bulgarije bijvoorbeeld al meer dan 90 dagen op straat te demonstreren tegen de corrupte regering daar. Want die regering misbruikt Europees geld, dus ook ons belastinggeld, ja. Om zelf te profiteren van eigenlijk verrijking. Dus ik ben heel blij dat VOLT daar ook de straat lokaal op gaat om daartegen te demonstreren. En ik denk dat dat al aangeeft hoe VOLT eigenlijk differentieert van andere politieke partijen. Maar waarom moet VOLT dan eigenlijk ook meedoen aan nationale verkiezingen? Nou, wat we met VOLT willen bereiken is dat we het lokale, het nationale en het Europese niveau met elkaar verbinden. Aha. Dus als je alleen maar op Europees niveau gaat zitten, dan praat je binnen het raamwerk wat op dit moment door de landen nog gezet wordt. Dus Europa wordt vormgegeven door de nationale parlementen. En als je dat wil veranderen, dan moet je dus ook aanwezig zijn in het nationale parlement. Daarnaast wil je natuurlijk voorkomen dat er een wisselwerking ontstaat tussen Europees en nationaal die conflicterende belangen zijn. Je wil juist zorgen dat er één democratie gevormd wordt. En dat doe je door actief te zijn op lokaal, nationaal en Europees niveau. Dus lokaal betekent ook op gemeentelijk niveau? Ja, zeker. Dus, is dat in Nederland al aan de hand? Nee, in Nederland nog niet. In andere landen al wel. Dus we hebben momenteel met VOLT 1 zetel in het Europees Parlement. Freiherr von Boeselager. Ja, Damiaan. En daarnaast hebben we in Italië, Bulgarije en in Duitsland hebben we lokale gemeenteraadsleden. Ja. Een maand geleden hebben we in Duitsland meegedaan aan de Noord-Rijn-Westfalen verkiezingen. Ja. En daar hebben we in heel veel steden meer dan 5% van de stemmen gehaald. En hebben we ook meer dan 16 gemeenteraadsstoelen gekregen. Dus daarin zie je dat we lokaal ook actief zijn. Want uiteindelijk heel veel politiek is ook lokaal. En voldeed dat aan jullie verwachtingen, die scoren daar? Ja, absoluut. Ik denk dat we hartstikke trots mogen zijn op de scoren die we daar hebben gehaald. Zeker met
het budget wat we op dit moment hebben in de beweging, wat niet bijzonder groot is. Maar wel een hele hoop vrijwilligers die met ontzettend veel energie de straat op gaan om toch mensen te overtuigen om waarom ook op het lokale niveau een Europese partij belangrijk is. En een van de mooie slogans die ik daarbij vind, is wat ze in Duitsland hebben gedaan, is bijvoorbeeld bij de verkiezingen in Keulen. Wat kan Keulen leren van Kopenhagen met betrekking tot de fietspaden? Wat kan Keulen leren met betrekking tot de autoluwe stadscentra in Madrid? Wat kan Keulen leren tot de woningmarkt in Wenen? En zo zijn wij dus als partij ook aan het kijken van, hey, wat kunnen we nu in Europa leren van elkaar? En die best practices, ja, dat is zeker op lokaal niveau natuurlijk erg belangrijk. Wat kan Volt eigenlijk leren van deze crisis? Ik denk dat we bij deze crisis zien, de coronacrisis, is hoe kwetsbaar onze samenleving eigenlijk is. In beginsel, als je kijkt, de respons van Europa op deze crisis laat zien dat iedereen in zijn nationale reflex weer schoot. Dus landen sloten grenzen, medicijnen stonden stil aan de grens. En dat er geen Europese coördinatie was. Ik denk dat dat een van de zaken is die we beter moeten gaan regelen met elkaar in Europa. Om te zorgen dat bij een volgende pandemie of ramp, dat er een Europese coördinatie is. Een ander punt wat we natuurlijk ervan kunnen leren is, als je kijkt naar klimaat, van we zijn op deze manier veel te hard bezig om onze planeet uit te rollen. Hè. De manier waarop de pandemie ontstaan is natuurlijk door transfer van dier op mens. En wat je ziet is de kwetsbaarheid van een grote groep mensen in de samenleving. Uiteindelijk verlicht de coronacrisis alleen maar de verschillen tussen arm en rijk. Het was geloof ik deze week nog in het nieuws dat de mensen in de wereld die onder extreme armoede leven voor het eerst een lange tijd weer heel hard aan het stijgen is vanwege deze crisis. Dus het zijn allemaal zaken die naar voren komen door de coronacrisis. En er zijn volgend jaar in die Tweede Kamer, wat zijn eigenlijk de prognoses daarvan? Voor Volt. Er zijn op dit moment nog weinig prognoses waarin wij meegenomen worden. Maar onze eigen prognose is, wij willen minimaal 3 kamerzetels halen. En dat is gestoeld op dat wij bij de Europese verkiezingen in 2019 in Nederland 2% van de stem hebben gehaald. En als je dat zou omrekenen, dan zouden dat 3 kamerzetels zijn. Ja. Toen waren we nog vrij klein en we zijn natuurlijk flink gegroeid. Dus wij zeggen, die ambitie willen we zeker weer waarmaken. Maar je hebt die zetels gehaald op grond van dat Volt een Europese partij is. Dus kun je op nationaal niveau een Europese partij ook zo doorzetten? Dat is natuurlijk de vraag. Hoe proberen jullie dat eigenlijk uit te rollen? Dat is natuurlijk een vreselijk woord. Maar hoe proberen jullie in Nederland voet aan de grond in ons gedachtegoed te krijgen? Ja, ik denk dat de coronacrisis ook heeft laten zien, met de rol van onze minister van Financiën, Hoekstra, die aan het begin van de crisis bij de Italianen aanklopte en zei van, wij willen jullie wel helpen, maar laat eerst maar eens zien waarom jullie begroting niet op orde is. En de rol die onze minister-president daarna speelde in de oplossing van de crisis, dat het ook voor veel Nederlanders de ogen heeft geopend van, in Nederland kunnen we het niet in ons eentje bolwerken. En we zijn afhankelijk van die Europese samenwerking. En dat moet beter vertegenwoordigd worden ook in ons Nederlands parlement. En dat is waar wij heel erg op inzetten. Van klimaatcrisis kun je niet alleen in Nederland oplossen. De veranderende wereld met grootmachten als China, de Verenigde Staten die zijn handen aftrekt van Europa. Zullen we veel meer op onze eigen benen moeten staan? Willen wij zorgen dat we in een wereld blijven leven waarin vrijheid en democratie belangrijk zijn? Maar denk je dat het snel genoeg zal gaan? Kijk, je moet het natuurlijk ergens beginnen. Je moet het ergens gaan doen. Maar is dit niet gedachtegoed dat eigenlijk gewoon binnen zoveel mogelijk politieke partijen zoveel mogelijk post zou moeten vatten om het verschil te kunnen gaan maken? Absoluut. Dat zou natuurlijk een ideale wereld zijn van als we kunnen zorgen dat we door ons geluid sterk te laten horen, dat we andere politieke partijen meenemen
in die richting. Dat is natuurlijk ook wat je wilt. Maar daarvoor wordt dat op dit moment weinig gedaan. Ik heb eerder het idee dat het tegenovergestelde gebeurt als ik kijk naar politieke landschap. He, dat er eerder nationalistisch wordt gedacht dan dat er Europees wordt gedacht. Nou, en wij zetten op dat spectrum van nationaal versus Europees, gaan wij hier zitten. He, wij zeggen van, ja, we geloven in een Europese toekomst. Daarvoor, en dat is nog wel een belangrijke kanttekening, is Europa op dit moment, de Europese Unie, werkt niet zoals die zou moeten. Hè? Dus wij hebben ook een hele sterke hervormingsagenda. Maar wij geloven wel in die Europese toekomst. En wij willen dus ook zorgen dat Europa onderdeel wordt van de continue discussie. En ik denk, dat is ook wat wij horen op straat, dat heel veel mensen daar ontzettend blij mee zijn, dat er eindelijk ook een partij is die zich durft, onvoorwaardelijk durft uitspreken voor die Europese toekomst. Maar hoe is jullie relatie bijvoorbeeld met een partij als D66, die eigenlijk een van de partijen is die dat het meeste doet? Ja, nou ja, het meeste doet. Hè. D66 is een, wat zij zelf zeggen, ook een pro-Europese partij. En daar zit volgens mij ook meteen het verschil. Wij zijn een Europese partij en zij doen Europa nog steeds erbij. Het is een nationale partij. Zit in het Europese parlement samen met de VVD in één familie. En heeft eigenlijk ook de afgelopen jaren het Europese belang eigenlijk te weinig vertegenwoordigd. En als het vertegenwoordigt, dan is het vaak dat Europa heel erg alleen maar goed is. En zit daar een te weinige hervormingsagenda ook in. Hè? Want wij zeggen ook van de manier waarop Europa nu functioneert, werkt eigenlijk niet. Met de Europese Raad, waarin 27 lidstaten vertegenwoordigd zijn en vaak met veto bepaalde beslissingen kunnen tegenhouden. Zo zagen we 2 weken geleden nog dat Cyprus in zijn eentje sancties tegen Wit-Rusland kon tegenhouden. Ja, dat is een systeem wat niet goed werkt. Vetos moeten worden afgeschaft, vinden jullie? Ja, absoluut. Dus we moeten naar meerderheidsbesluitvorming om te zorgen dat we ook als Europese Unie veel slagvaardiger kunnen zijn. Nou, en het gedachtegang dus ook van een Europese partij. En ik zou juist toejuichen als D66 samen met de VVD en alle andere nationale partijen in de Renew politieke familie van het Europees Parlement zich ook zouden verenigen als Europese partij. Ik denk dat de Europese democratie alleen maar ten goede zou komen. En ik hoop ook dat de EPP, hè, dus de Europese Volkspartij, waar het CDA onderdeel van is, dat ook zullen gaan doen. En dan ga je toe naar een echte Europese democratie. Proberen jullie die andere partijen ook te bewerken daartoe? Nou, dat is op dit moment nog heel lastig, maar we proberen wel aan te geven van waar de discrepanties zitten. Ja, kijk, de EPP, waar dus de CDA in zit, daar zit ook Orbán, is daar onderdeel van. Ja, ja. Ik vraag me nog steeds af hoe dat mogelijk is. Maar als het nou, jullie zijn in Midden- en Oost-Europa, vind ik op een heel interessante manier en uniek onderscheidende manier bezig, door niet je op die nationale politiek te werken, maar op de regionale en de steden. Ja. En wat heb je nou doen besluiten om laat ze maar die verkiezingen weer houden. Wij gaan gewoon heel consequent door dat bij de volgende nationale verkiezingen in Nederland, dat we op het gebied van de gemeenteraden en het Europese parlement, dat we daar zoveel mensen, dat je dus een beweging krijgt op landelijk niveau, maar die voortkomt uit dat je met de roots van het land bezig bent. Want nu kan je, als je zegt 3 zetels in het parlement, dat gaat dan weer ten koste van andere progressieve partijen. Want jullie gaan, ik zeg het even bewust kort door de bocht. Hè? Terwijl als je een beweging van zou maken, die dwars door alle verhoudingen heen gaat en die moet leiden tot een nieuw progressieve coalitie. Hè? Zoals je die in Frankrijk hebt gekregen, waar Macron dus dwars door die oude verhoudingen is heen gebroken. Hè? En ik denk dat, jullie hebben deze beslissing genomen, maar ik vind dat wat er in de rest van Europa gebeurt, dat vind ik eigenlijk zo tot de verbeelding sprekend. Want hoe denk je nou door die bestaande verhoudingen echt heen te kunnen gaan breken vanuit 3 zetels? Nou ja, goed. En de volgende stap is om te zorgen dat we natuurlijk ook op het lokale niveau actief gaan worden. En dat is een stap die we in Nederland andersom maken, omdat hier de nationale verkiezingen eerst zijn en dan pas de lokale verkiezingen.
daarbij helpt het natuurlijk, en zeker ook als we straks die lokale verkiezingen hebben, op het moment dat je kamerzetels hebt, gaan er ook weer andere deuren voor je open, zoals subsidie, bepaalde zichtbaarheid, onderdeel van het debat. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je in die steden veel makkelijker en beter nog goed voet aan de grond kunt krijgen. En dat zijn we in heel Europa aan het doen. Dus kijk, het is even schipperen natuurlijk van wat wanneer waar plaatsvindt. Zo zijn volgend jaar ook de nationale verkiezingen in Duitsland. En zijn er natuurlijk weer regionale verkiezingen in andere landen. Ja, dus het moet eigenlijk een soort je moet van onderaf beginnen. Het nadeel is natuurlijk wel dat je eigenlijk gewoon in een ouderwets partijtje begint, als het ware. Kijk, waar we graag naartoe zouden willen werken is dat we in 2024 dat we onze eigen Europese politieke familie kunnen vormen. En daarvoor zijn 25 zetels in het Europees Parlement uit 7 verschillende landen nodig. Dat is natuurlijk een grote ambitie. Daarvoor zal ook nog veel werk verzet moeten worden. En in die tussentijd willen we zorgen dat we zoveel mogelijk lokaal en nationaal ook al actief kunnen worden. Om die verbinding al te zoeken en die zichtbaarheid te vergroten. En om te zorgen dat we het publieke debat ook daadwerkelijk kunnen vergroten. Dus als je het hebt over de Tweede Kamer. Ja, ik denk dat er bijvoorbeeld een hele belangrijke rol is weggelegd. Om transparant te maken hoe werkt de Europese Unie nou. Wat doet Nederland daar nou precies? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Welke keuzes worden er gemaakt? Waarom wordt de Europese Unie niet vaak genoeg in het debat betrokken als het gaat over belasting voor multinationals of voor klimaat? En waarom is er ook richting het buitenlandbeleid, je hoort daar heel weinig over, van wat is de rol van de Europese Unie ook juist voor Nederland? En ik denk dat daar echt een kracht voor volt zou zijn als wij dat verhaal kunnen neerzetten. Ja, een soort voorlichtende kracht. Wel en een agenderende rol. Ja, de stichting Beter Europa. Beter Europa, dat was een stichting waarmee ik ook veel gedaan heb om precies dit soort dingen ook te laten. Al die belachelijke misverstanden, hoeveel ambtenaren er in Europa werken en hoe geldverslindend het is en hoe al die vastgeroeste voordelen, die moeten natuurlijk in één klap van de kaart. Hè? Nou ja, zeker, dat ook. En andersom natuurlijk ook, van we moeten niet denken dat we in Den Haag op die vierkante kilometer alles kunnen bepalen. Heel veel van de wet en regelgeving wordt in Brussel met medewerking van Nederland gemaakt. En om dat transparant te maken en daar dus ook de kloof tussen mensen en de Europese Unie te dichten, is denk ik dat iets is waar Volt zich ontzettend voor in kan zetten. Maar hoe doe je het eigenlijk met alle thema's? Want jullie zeggen niet links en rechts te zijn, maar jullie snijden wel heel veel thema's aan die traditioneel als links geframed worden of gezien worden. We hebben natuurlijk ontzettend veel thema's die we aansnijden. Ik denk dat we zowel op rechts, links, wij zeggen inderdaad van klimaat is niet meer rechts of links. Dat is natuurlijk ontzettend raar. Dat vind ik ook. En dat zeggen jullie ook. Maar men laat niet na om dat altijd weer links te framen. Dus dat moet ook doorbroken worden. Nou ja, zeker. Absoluut. Dat moet absoluut doorbroken worden. Want het is een probleem van ons allemaal. En dat probleem wordt alleen maar urgenter. Ik heb afgelopen week de documentaire van David Attenborough, Life on Our Planet, gezien. Ja. Waarin hij zijn ooggetuigenverslag eigenlijk weergeeft. Ja, en het is onvoorstelbaar dat we in zo'n korte tijd zoveel schade toedienen aan de planeet door het te strippen van diversiteit. En dan kun je zeggen, oké, het wordt links geframed, maar het is een probleem van ons allemaal. En, ja, natuurlijk, het is bedoel, rechtse mensen ademen net zo meer lucht als linkse mensen. Alleen, het is natuurlijk ook zo van, we moeten dus kijken van wat zijn de kansen die het ons ook biedt. Hè? Van wat kunnen we nu doen om te zorgen dat het niet alleen maar een angstscenario is wat vaak wordt ingevoerd, maar wat zijn de kansen die het ons kan geven? Dus de kansen om te transformeren naar de waterstofeconomie. Met alle investeringen die nu gedaan moeten worden vanwege de aanstaande recessie, kunnen we die groen inzetten om te zorgen dat we die transitie goed kunnen maken. Floris Alkemalen, die wij spraken voor deze podcast, die zei, alle verandering wordt voorgesteld als een dystopie. Terwijl wij natuurlijk gewoon verandering moet gepaard gaan met verbeelding, dan wordt het pas leuk. Ja,
Precies. En ik denk dat deze transitie ons juist ook heel erg veel kansen biedt. En daar is innovatie voor nodig, daar is creativiteit voor nodig, daar is bepaalde urgentie voor nodig. En dat moet de politiek dan ook wel durven te schetsen. En dingen moeten kosten wat ze kosten. Vlees moet 188% duurder zijn, las ik in een van jouw tweets. Eigenlijk, want dat heeft dus een Duitse supermarkt heeft dat, of een Duitse supermarktconcern heeft dat bij alles berekend en overal bordjes bijgezet, wat het eigenlijk zou moeten kosten. Ja, nou ja, ik denk zeker dat we er naartoe moeten dat je ook een werkelijke prijs betaalt voor hetgeen dat je consumeert. We consumeren met elkaar ontzettend veel. En ook daarin, hè, we hadden het net in het begin al heel even over dat de coronacrisis, dat voornamelijk ook veel gevolgen heeft voor mensen die al minder bedeeld zijn. Datzelfde geldt natuurlijk voor de klimaatcrisis. Ik bedoel, de gevolgen zullen voornamelijk te voelen zijn voor mensen die het minder breed hebben. In landen waar ze het minder breed hebben. Ja. Dus ja, ik ben er absoluut voorstander van dat er daadwerkelijk een prijs wordt betaald voor hetgeen wat je consumeert. Maar hoe gaan jullie als Volt, dus de mensen in de verpleging, de cafébaas, de podiumbouwer, hè, de mensen, de kleine middenstand, hè, die de backbone van de samenleving is, hoe gaan jullie die benaderen? En wat in België heet, een Belgische socialist, wat een verademing is, die man Peter Mertens, hè, die gewoon zegt, al die mensen die dus niet een lobbykantoor in Brussel hebben. Ja. Ja? En, want je wilt het hele, in wezen heb je de ambitie, je hebt de ambitie om naar een ander sociaal-economisch model toe te groeien voor Europa. Ja. Moet je die mensen, hè, waar we die op het ogenblik niet gehoord worden, waar je het over hebt, hoe gaan jullie die benaderen? Want dat, dan ben je niet aan het kannibaliseren dat je dus stemmers van D66 of een andere progressieve partijen probeert op Volt te laten stemmen. Maar mensen die op het ogenblik zich nergens thuis voelen en zich soms laten verleiden door het populisme, maar dat je die verleidt met dit verhaal. Ja, maar dat is natuurlijk ook wat we deels doen. Hè. Want kijk, deels de mensen die populistische partijen stemmen, die hebben wel legitieme zorgen. Hè. En die vaak mensen die bijvoorbeeld tegen immigratie zijn, die zijn dat omdat ze een zoon of een dochter thuis hebben zitten die niet in staat zijn om een huis te kopen. En die zorgen moet je met ze bespreken. En dat kost heel veel tijd. Maar ik had vorig jaar, toen we de straat op waren om campagne te voeren, had ik ook gesprekken met veel mensen die in eerste instantie zeiden, ja, de Europese Unie, daar moet ik helemaal niks van hebben. En als je dan door gaat vragen van, ja, oké, maar hoe komt dat dan? Waar zit dat dan achter? Dan kom je vaak op hele andere zaken. Bijvoorbeeld hè, dat ze zeggen van, ja, maar de grote multinationals, de grote bedrijven, die betalen helemaal geen belasting. Terwijl ik moet wel belasting betalen. Nou, en dan zeg ik, ja oké, maar dat kunnen we met 450 miljoen mensen, kunnen we dat beter oplossen dan alleen in Nederland. Want dan speelt dat bedrijf ons eigenlijk tegen elkaar uit. Dus uiteindelijk is het ook uitleggen van hoe kun je, wat zijn de voordelen die Europa ook biedt aan mensen. Hè? En dan niet alleen maar de voordelen van dat we 1500 euro per jaar per persoon aan de Europese Unie verdienen. Hoe gaan jullie nou voor de Kamerverkiezingen het bereik daarvan vergroten? Want het is natuurlijk, kijk, politiek is natuurlijk ontzettend handwerk als je iedereen mens voor mens moet gaan overtuigen. Moet echt natuurlijk een golf worden, een wave. Ja, nee, absoluut. En dat is ook, we zijn nu volop in voorbereiding van die campagne. Die zal deels digitaal gevoerd worden, dus we zijn druk bezig om, nou, de juiste content te maken voor onze social media kanalen. En daarmee ook de juiste kiezers te bereiken en de doelgroepen te bereiken. En tegelijkertijd zijn we heel erg druk bezig. Want ja, ik vind dat het mooie van Volt is dat we heel veel stedenteams hebben in Nederland. Dus we hebben meer dan 30 stedenteams op dit moment die in lokaal campagne gaan voeren. En daar de straat op gaan, het gesprek aangaan. We moeten kijken hoe we dat nu natuurlijk ook met corona doen. Maar bijvoorbeeld in Duitsland deden ze dat op een hele mooie manier, waarin ze met bepaalde posters rondliepen, met daarin de slogans van oké, dit willen wij bereiken. En op zo'n manier dus mensen ook informeren wat Volt is en waar we voor staan. En waar, in welke, in die 30, jullie hebben 30 stedenteams. En ja.
Als je nou vasthoudt aan 20% in het dorp waar je geboren en getogen bent, dat je zegt, en we gaan voor niet minder dan 20% in al die 30 steden. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Kijk, bij de Europese verkiezingen in Amsterdam hebben we 5% van de stemmen gehaald. Ja. En dat was natuurlijk helemaal in het begin, toen ook nog weinig mensen ons kenden. Daarbij waren we groter dan de FVD. Bijna net zo groot als de FVD, geloof ik. Groter dan Denk, groter dan 50+. Daar willen we natuurlijk vele malen groter worden voor de Nederlandse verkiezingen. Maar je moet er al die verhoudingen heen proberen te breken. Ja, helemaal eens. Dus dat is ook mooi wat we gezien hebben. Niet alleen progressief, niet de bovenlaag. Ja, en dat hebben we ook gezien bij de Europese verkiezingen. Is dat we hadden mensen die VVD stemden, we hadden mensen die CDA stemden, we hadden mensen die PvdA misschien iets minder, want Frans Timmermans had natuurlijk erg goed gedaan. We hadden mensen die nog nooit gestemd hadden. We hadden mensen van de SP zelfs. En dat waren allemaal mensen die zeiden, wij zijn zo ontzettend blij dat er een partij is die niet alleen in Nederland zit, maar die juist over grenzen heen durft te kijken. Ja. Dat weet ik zeker dat we dat bij de Europese of bij de Nederlandse verkiezingen straks ook gaan realiseren. En dan ga je dan op gaan hameren. Wat zeg je? En je moet gewoon heel veel guts tonen. Dwars door al die verhoudingen heen gaan breken. Nee, ja, precies. Dus daar zijn we nu druk mee bezig om te zorgen dat we dat gaan halen. Dat is ook het mooie van, als je ook kijkt naar de stemverdeling in Nederland, dan is daar nog heel veel te winnen ook voor ons. Denk het wel, ja, absoluut. Hey, die netwerken elders in Europa, gaan jou die ook steunen bij de Tweede Kamerverkiezingen? Input leveren, materiaal? Want hebben jullie veel contact onderling? Ja, zeker. Dus we hebben regelmatig evenementen die tussen steden worden georganiseerd. Dus blind date evenementen. Dat twee stedenteams in Nederland en bijvoorbeeld Italië of Nederland en Bulgarije aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Waarin ze over bepaalde thematieken met elkaar spreken. En ik zelf ben bij de Noord-Rijn-Westfalen verkiezingen samen met Bibi. Ik geloof dat die ook bij jullie in de podcast is geweest. Ja, ja, ja. Zijn wij ook naar Duitsland gegaan om hen daar mee te helpen. Bij de Europese verkiezingen zijn Duitsers, Belgen, Fransen ook naar Nederland gekomen. En dat zal straks bij de nationale verkiezingen ook zo zijn. Dat kan op een digitale manier, maar ook fysiek mogelijk. Dat er ook mensen uit de grensregio's in Nederland actief mee gaan helpen om Volt op de kaart te zetten. En leren jullie veel van elkaar? Nou ja, absoluut. Zowel in cultuur als in bepaalde manieren van denken en kijken naar elkaar. Kijk, ik denk ook dat het mooie is van wat Europa heeft, is juist die gigantische diversiteit. Dat is een kracht voor innovatie, voor denken. En daar moeten we veel meer gebruik van maken. Ja. En dat merken we binnen Volt af en toe ook. Van oké, wij zien dat wij leren bijvoorbeeld ook al van de Duitsers hoe zij bepaalde dingen organiseren. Hoe zij naar bepaalde zaken kijken. We leren van de Italianen weer veel meer wat het is om te zorgen dat je een beweging bent. Dat je mensen actiever laat onderzoeken. Maar ook, en dat is denk ik heel belangrijk, want dat mist op dit moment bij de Europese Unie en ook in de nationale parlementen, is wij leren van elkaar hoe bepaalde systemen zo geworden zijn als ze nu zijn. Uh-huh. Kijk, dat de Italianen, waar natuurlijk veel over te doen is geweest, op een andere manier naar de overheid kijken dan dat we hier in Nederland doen, heeft heel erg te maken natuurlijk met hoe die geschiedenis gevormd is. Ja, ja. Ja. En dat beter begrijpen van elkaar is een voorwaarde, denk ik ook, om samen met elkaar verder te kunnen. Dus eigenlijk een doorbreken van de grenzen van de oude natiestaten en daar verder mee komen. Ja, absoluut. Ja. Heb je een concreet voorbeeld van iets wat je geleerd hebt van buitenlandse... dat buitenlands gaan we afschaffen. Van andere Europese Voltleden iets van hun geleerd hebben, van je dacht, daar was ik zelf dus echt gewoon nooit opgekomen. Nou, hoe je dus mensen op een bepaalde manier engageert, dat heb ik wel van de Italianen geleerd. Hoe zij lokale evenementen organiseren en hoe ze zorgen dat er heel veel mensen daar naartoe komen. En dat doen ze echt door veel actiever met elkaar daarover in gesprek te gaan en mensen op te trommelen om te komen naar dat soort evenementen.
Maar dat kan je natuurlijk heel erg gaan gebruiken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Precies, ja. En nou ook, ik heb vanavond toevallig een gesprek met verschillende teams in Nederland en met de campagneteams van Volt Duitsland, om te leren van wat hebben zij nu gedaan bij de verkiezingen met Noord-Rijn-Westfalen? Hoe hebben ze dat nu aangepakt? En waar hebben ze de focus op gelegd? En wat was succesvol? En wat was ook vooral niet succesvol? Wat moeten we vooral niet gaan doen? Ja. Even een kleine toets, dat thema's niet links of rechts zijn. Wat vindt Volt van kernenergie? Nou ja, wij zeggen, klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen die we hebben. En daar moeten we alle middelen voor inzetten om te zorgen dat we die transitie kunnen maken. En dus ook kernenergie. En kernenergie concurreert in ons opzicht ook niet met wind- en zonne-energie, maar concurreert met fossiele energieën die nodig zijn om die transitie nog te maken. Kijk, wij willen uiteindelijk naar een waterstof-economie toe. En waterstof is een energiedrager. En om dat te kunnen doen, heb je nog veel meer energie nodig. Dus wij zeggen, ja, kernenergie is helaas een noodzaak. En dat willen wij ook tijdelijk inzetten totdat we die transitie hebben volbracht. Waarom helaas? Nou, omdat je natuurlijk wel... Eens kijken de landen waar ze kernenergie hebben. Het zijn de enigen die aan die klimaatdoelstellingen voldoen. Ja, klopt. En dat is ook de reden dat we erop willen inzetten. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel van ja, het brengt wel afval met zich mee. Ja. En daar moet je wel rekening mee houden. Uiteindelijk in een ideale wereld zou je dat niet nodig hebben. Maar goed, we zijn nu ook bezig met kernfusie. Hè. In Frankrijk worden daar tests voor uitgevoerd. Maar goed, wij zeggen op dit moment is de discussie helemaal verkeerd daarover. Want de discussie moet gaan hoe kunnen we dit klimaatprobleem oplossen. En kernenergie is daar een noodzakelijke bij om dat op dit moment te doen. Maar daarmee stel je op het standpunt dat je voor kernenergie bent. Ja, ja, precies. Oh ja, dat is, sluit je dan al niet weer... Kijk, kernenergie is natuurlijk niet eens een doodlopende weg. Want niemand wil zijn centrale bouwen. Dat blijkt overal keer op keer weer. En er is niemand die zijn handen eraan wil branden. Dus is het eigenlijk niet een hele nodeloze discussie die je dan gaat voeren, die juist weer heel veel mensen van je afstoot? Ik las eergisteren nog een artikel waarin werd aangegeven dat een Franse bouwer van kerncentrales met veel belangstelling de discussie in Nederland aan het volgen is. En dat zij eventueel, als de politieke klimaat daar goed voldoende voor is, dat zij in Nederland een centrale zouden willen neerzetten. Dat zou geweldig zijn. Ja, absoluut. Daar zijn de meningen over verdeeld. Absoluut. En it's good to let's agree to disagree. Precies. Ja, precies. Laurens, we gaan naar het einde toe. Wij zouden nog uren hierover door kunnen praten. En het is buitengewoon interessant. En ik wens jou ontzettend veel succes met de verkiezingen volgend jaar. Ik ben zeer benieuwd hoe hoog jullie gaan eindigen. Ja, veel dank. Het is tijd voor het boek, David. Ja, we vragen altijd om... wat heb je voor ons als tip om... Wat zouden we moeten lezen? Welk boek? We hadden het er net wel even over en ik heb, wat is het nou, een paar maanden geleden inmiddels, het experiment Italië gelezen, volgens mij. Ja, ik heb het hier zelfs liggen. Het experiment Italië, een nieuwe geschiedenis van moderne Italië. En we hadden het net even kort over, en daarom is het een mooie relatie, we hadden het net even kort over het begrijpen van hoe andere Europese landen zich ontwikkeld hebben tot waar ze nu zijn. En dit boek geeft eigenlijk de geschiedenis weer van ongeveer 1860, 1870, toen Garibaldi, de Italiaanse eenwording werd gezet, waarop Mazzini geloof ik zei van, we hebben nu Italië gecreëerd, nu gaan we Italianen creëren. Dat was stap 1. En stap 2 was de opkomst van het fascisme, hè, onder leiding van Mussolini. Dan na het fascisme de partijdemocratie, hè, waarin, als ik het boek lees, waarin je nog steeds kunt denken van, oké, er waren twee partijen die eigenlijk de dienst uitmaakten. Daarna het populisme. Ja, en die 40 kabinetten in 40 jaar hebben versleten ze een beetje. Ja, maar wel elke keer dezelfde... Dezelfde partijen. Kwam natuurlijk het populisme met Berlusconi. En vervolgens zitten we nu in de platformdemocratie, geloof ik, zoals ze het beschrijven, met Lega, Salvini, die met Facebook
eigenlijk campagne voert. En de Sterrenbeweging, die met een internetplatform daarmee bezig zijn. En ja, het boek geeft zo een weergave meer van hoe eigenlijk Italië een soort van experimentele fase is ingegaan met de manier waarop ze het land hebben bestuurd. En ik vond het ontzettend interessant, ook om een inzicht te geven, te krijgen in van hoe komt het nou toch dat die Italianen die overheid zo wantrouwen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat af en toe wel begrijpen als ik het zo lees. Okay. Italië loopt natuurlijk enorm voor, hè? Want in Italië komt alles eerder. Het fascisme was eerder. Precies, dus dat zegt het boek ook. Van, populisme was eerder en die platform was eerder. Dus Italië heeft een enorme voortrekkersrol in wat ons de rest van Europa dan ook op een gegeven moment te wachten staat. Precies, en dat schetst het boek dus heel mooi van hoe dat Italië elke keer een voorloper daarin is geweest. Hartelijk dank. Dankjewel, Laurens, voor dit zeer prettige gesprek. Laten we het gesprek voortzetten. Graag. Dat gaan wij zeker doen. Leuk om hier te zijn. Dank jullie wel. Onderwijs. Ja, dank. Ciao.